Een regeringsdelegatie heeft zich samen met de leiding van het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, gebogen over de huidige stand van zaken bij het parastataal bedrijf. Op dinsdag 9 maart 2021 hebben zij hun gedachten laten gaan over de richting waar de regering naartoe wil met de NVB. Naast president Chandrika Prasad Santokhi waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Albert Ubitana van Transport, Communicatie en Toerisme aanwezig. Namens de NVB waren dat directeur Varial Renfirm en de raad van commissarissen RVC van het bedrijf. Het is namelijk zo dat we samen met de directie, de RVC en de president, vicepresident, ook de minister, hebben vergaderd over NVB. Het ging meer om wat we hebben aangetroffen bij NVB en hoe we NVB verder zullen leiden. Dus eigenlijk meer komen met ideetjes van hoe we NVB denken te draaien in de komende 5 jaren. En dat is zo'n beetje aangegeven aan de president wat onze plannen zijn. En hij heeft ons dus huiswerk gegeven om te gaan brainstormen samen met de raad en de directie om te komen tot een plan hoe we NVB de subsidies zeker zullen afbouwen. En dus ons huiswerk zullen we doen en dan terugkomen bij de president. Punten zijn aangehaald zoals de trajecten die onderhouden worden door NVB, het sociaal aspect van NVB en ook afbouwen van subsidie. Dus gaan van objectsubsidie naar subjectsubsidie. En ja, in een plan zal dat dan aangegeven worden hoe we dit allemaal zullen doen. En wat vond u zelf van de vergadering? Ik vond het heel effectief. Ik vond het heel belangrijk. Zulke overleggen moeten vaker geschieden. Zodat we weten in welke richting we gaan. En dat we allemaal op één lijn zijn. De regering en ook het bedrijf. Dat we samen gaan voor ontwikkeling en groei voor Suriname.